een gegeven moment punt komt van, hé, nou hoeft het van mij niet meer. Dat lijkt me moeilijk. En we ontmoeten Truida Walland. Zij heeft ATCA, een erfelijke hersenaandoening. Het moeilijkste aan de ziekte vind ik dat het een heel langdurig, zeer slepend proces is. Truida is nu 15 jaar ziek en ik gun haar dat ze nog heel lang blijft leven. Maar wel met kwaliteit van leven. We hebben het over drie verschillende families uit verschillende delen van ons land. Vandaag ontmoeten ze elkaar voor het eerst op een landelijke contactdag van de patiëntenvereniging. Er zijn maar weinig mensen die ooit van MSA en ATCA hebben gehoord. De eerste symptomen zijn meestal problemen met lopen en praten. Op straat worden patiënten nagekeken omdat het lijkt alsof ze dronken zijn. De afstervende hersencellen geven niet meer de juiste signalen door aan het lichaam, waardoor de motoriek wordt verstoord. Het onbegrip van de buitenwereld en de zeldzaamheid van de aandoening brengt de patiënten bij elkaar. De vereniging telt 400 leden. Ze willen ervaringen uitwisselen, ze zoeken erkenning en verzamelen zoveel mogelijk informatie om verder te kunnen. Een stuk in het verwerken. Specialisten weten niet wat de oorzaak is van MSA en ATCA. Ze hebben er geen medicijn voor. Op iedere patiëntenbijeenkomst zijn neurologen en andere deskundigen aanwezig. Ze worden overladen met vragen. Maar nog lang niet op iedere vraag hebben ze een pasklaar antwoord. Vaak is het zo, wat er zich nou precies in die hersenen afspeelt, waarom zenuwcellen of delen van de hersenen het niet meer doen. Dat is heel erg moeilijk om daar achter te komen. Mijn vrouw leidt een MSA en ze gaat in toenemende mate klagen over wazig hoofd. Wazig zien. Ik hoor dat best wel vaak van mijn patiënten, althans dat idee heb ik. En ik weet gewoon niet hoe het komt. Ik heb daar ook geen verklaring voor. Ik kan alleen maar zeggen dat ik het vaker gehoord heb. Geen verklaring voor de vraag die meneer Van Kampen stelde over zijn vrouw Regien. Regien Van Kampen is 60 jaar. 5 jaar geleden kon ze nog alles zelf doen. Nu is ze gehandicapt. Bij alles heeft ze hulp nodig. Zelfs het praten gaat steeds moeilijker. In begin 95 begon ik met een dronkenmansloop. En dat met het opstaan gaf het wat problemen. En ik heb gewacht, dan was het weer even goed. Tenminste, goed. Pas in september ben ik naar de huisarts gegaan. Dus ik heb nu goed 4 jaar. Wat zei de huisarts? Die dacht aan evenwicht door niet. Omdat die ook niet nooit hiervan gehoord had. Maar omdat mijn zoon zei, je moet nu verder gaan. Dacht ik ook wel dat het tijd was. Want medicijnen die na 14 dagen niet hebben, hebben nooit. Regien Van Kampen. Een intelligente vrouw. 10 jaar geleden leek nog alles voorspoedig te gaan. Naast het moederschap maakte ze carrière als hoofd interne zaken bij de Rijksplanologische Dienst. Ze was altijd rap van tong en holde van de ene vergadering naar de andere. Via haar werk leerde ze André kennen en ze trouwde met hem in 1988. En onder het motto samen genieten gingen ze 7 jaar geleden met vervroegd pensioen en lieten een huisje bouwen in Friesland. Maar kort daarna kreeg Regien de eerste klachten. Af en toe onzeker lopen en moeilijk uit haar woorden komen. En toen medicijnen niet hielpen, stuurde de huisarts haar door naar een neuroloog. Die deed allerlei testen, maar kon niet aangeven wat het was. Hij heeft me toen een dag opgenomen en heeft een rugpunctie gedaan en alles was in orde. Alles was in orde volgens de neuroloog. Regien pakte het dagelijks leven weer op, maakte uitstapjes in haar nieuwe woonomgeving, maar lichamelijke functies als lopen, praten en schrijven gingen steeds moeizamer. Neurologen wisten het niet en Regien kreeg het advies om naar een psychiater te gaan. En toen heb ik gezegd dat je een vrouw van 55 niet naar de psychiater moet zien, want dat je altijd wel wat vindt. En dat heb ik dus niet gedaan. Toen in 1997, na diverse valpartijen met haar gewone fiets,
Regine over moest op een driewieler, was voor de neurologen inmiddels ook duidelijk dat er meer aan de hand moest zijn. Uiteindelijk werd in het VU in Amsterdam de diagnose gesteld. En uiteindelijk in 1998 bij een opname hebben ze de diagnose MSA gesteld. En we wisten niet wat we daarmee aan moesten. Want we wisten niet wat MSA was. Nu, nog geen 2 jaar nadat de diagnose is gesteld, kan Regine nog maar met moeite zelf haar elektrische rolstoel bedienen. Ik kan niks meer. Ik kan niet meer schrijven, niet meer lopen en niet meer praten. Nou, dan kun je niks. Tenminste, ik niet. En om nou een goed beelden schetsen van wat het nou precies is. Die kleine hersenen, die, en dat hebben we dus begrepen van de neuroloog, die kan je beschouwen als het menselijke computercentrum, waar alles gecoördineerd wordt. Elke handeling die je doet, wat het ook is, tot en met je neus naar toe, dat is een soort opdracht aan die kleine hersenen. En die zorgen er dan voor dat je dus met je handen, je voeten, et cetera, allerlei dingen kan doen. Nou, als dat coördinatiecentrum, het computercentrum, in de war is, niet meer functioneert, dan is het ook duidelijk dat iedere onbewuste opdracht die je geeft, dat die ook niet of nauwelijks of verkeerd wordt uitgevoerd. Ook voor Johanna Gerritsen was het een lange zoektocht naar een diagnose. Johanna is 52 jaar, getrouwd met Fred en heeft 2 kinderen. In huis kan Johanna zich nog een beetje verplaatsen met een rollator. Het praten gaat haast niet meer. In 1986 meldde zij zich voor het eerst met vage klachten bij de huisarts. Moe, stijf, niet bewegen, moeilijk, tension, ja, aan. Waar aan geweten werd, dat was de overgang. Ze zou dus vroeg in de overgang zijn gekomen. En van daaruit, ja, daar hebben ze dus min of meer de klachten eigenlijk een beetje op toegespitst. Johanna zou te vroeg in de overgang zijn gekomen. Het was altijd een sportieve vrouw, dol op tennissen, tuinieren en wandelen. Eigenlijk sukkelde ze al jaren met klachten, maar toen die steeds erger werden, wist ze zeker dat het niet aan de overgang lag. Ze ging van de ene specialist naar de andere, maar vond nergens gehoor. Uiteindelijk in 1995, bij een opname van 6 weken in het ziekenhuis, kreeg Johanna te horen dat het MSA was. Ze had er nog nooit van gehoord en was eigenlijk alleen maar opgelucht dat de artsen eindelijk iets hadden gevonden. Het is een naam. Dat heb ik in. Dat is een naam. Dat het een naam had? Ja. Maar had u daar een beeld bij? Nee. Helemaal niet. Dat er niks bekende. Omdat het zoiets onbekends was, daar had je geen schrikbeelden van tevoren. Als je dan zegt van, nou, je hebt kanker, dan weet je van, nou, dat is ernstig, dus dat kan dodelijk zijn, daar kun je van alles aan verwachten. Maar dit was iets van, ja, ze heeft dat en dat. En dus ik had er verder geen schrikbeelden bij. Dus ik van, nou ja, goed, dan gaan we van daaruit wel verder. En ze hadden destijds ook gezegd van, goh, je komt niet in een rolstoel terecht, je kunt gewoon tennissen. Dus op dat moment heb je gewoon zoiets van, oké, het beestje heeft een naam. En daarna ga je gewoon weer verder. Alleen op den duur, dan besef je eigenlijk pas wat het is. En dan wordt het wel heel moeilijk. U bent in 5 jaar tijd heel erg achteruit gegaan. Ja. Dus praten gaat heel moeilijk, hè? Ja. Heel moeilijk. Hoe kan dat? Geen kracht. Nee. Professor Dr. Kramer is als medisch adviseur verbonden aan de patiëntenvereniging en werkzaam als neuroloog in het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen. Kramer is gespecialiseerd in degeneratieve hersenaandoeningen, zoals MSA. MSA staat voor multiple systeematrofie. En dat is een term die bedacht is om aan te geven dat er allerlei baansystemen in de hersenen en allerlei kerngebieden in de hersenen heel geleidelijk aan in de loop van het leven gaan verschrompelen. De zenuwcellen in die kerngebieden die sterven af, die gaan dood. We weten niet waarom dat is. We kunnen wel, als je naar de dood kijkt, naar de hersenen van iemand die overleden is met die aandoening, kun je bepaalde veranderingen zien. Je ziet rare kluwens, eiwitkluwens in die zenuwcellen. De verschijnselen die je ziet zijn vooral coördinatiestoornissen. Ongeveer 85% van de mensen hebben hele duidelijke verschijnselen, zoals je die ziet bij de ziekte van Parkinson. En er zijn mensen die vooral stoornissen hebben van bloeddrukregulatie, van het plassen, van de ontlasting, ernstige obstipatie,
en andere autonome functiestoornissen. Voor Johanna en Regine was het een lange zoektocht naar de diagnose. MSA is dan ook een zeldzame aandoening. Naar schatting lijden niet meer dan 4000 mensen in ons land eraan. Niet iedere huisarts heeft van de ziekte gehoord. En neurologen worden er in hun opleiding nu pas meer mee geconfronteerd. Neurologen hebben daar wel van gehoord, maar vinden het vaak toch nog moeilijk om dit soort diagnoses te stellen. Je moet toch vrij veel van dit soort aandoeningen zien om zo langzamerhand de subtiele verschillen te leren kennen tussen die verschillende aandoeningen. Als je daar niet heel regelmatig mee omgaat, is het best moeilijk om dit soort diagnoses te stellen. Zowel mannen als vrouwen kunnen MSA krijgen. Het is een aandoening die zich meestal op middelbare of oudere leeftijd openbaart. En het is niet erfelijk. Het is een progressieve aandoening, wat betekent dat het geleidelijk aan steeds erger wordt. Genezing of het ziekteproces stopzetten is niet mogelijk. Er is alleen symptoombestrijding, zoals fysiotherapie, ergotherapie en logopedie. Leren omgaan met de toenemende beperkingen en het verlichten van pijnklachten. Hoe gaat het met je hoofdpijn? Gaat wel goed, dacht ik. Ja. Als je namelijk lang zit in je stoel, dan moet je behoorlijk je nekspieren gebruiken op een duur. En dat heb ik, zoals je begrijpt, vanmorgen gedaan. Ja. Naast het bestrijden van pijnklachten probeert de fysiotherapeut de spieren soepel te houden. Ach, daar denk ik niet. Doe het tegenwoordig steeds. En dat zal me met stijfheid maken. Was u als fysiotherapeut bekend met MSA? Nee, totaal niet. Toen ik voor het eerst bij Regina kwam, toen gaf ze mij een folletje van de patiëntenvereniging. En daar stond in feite beschreven, ook erg sumier, dat we te maken hebben met een probleem van de kleine hersenen. Waarbij dus het hele houdings- en bewegingsapparaat, althans de besturing daarvan, steeds minder wordt. En dat was eigenlijk mijn eerste kennismaking met dit probleem. En het blijkt ook wel, want dan kom ik nu ongeveer bij je thuis. 2 jaar, denk ik. 2 jaar, 1,5 jaar. Ja, dat we dus wel te maken hebben met dat dus de mobiliteit van de Regina toch wel afgenomen is in die 1,5, 2 jaar. Leg 1 hand op de buik en dan controleer je of je buik goed weer terugveert. Ja? Doe mij maar na. Johanna krijgt 1 keer per week logopedie. Ademhalingsoefeningen, proberen kracht te zetten onder de stem en goed te articuleren. Logopedist Yvonne Egging komt inmiddels 2 jaar bij Johanna en merkt dat haar stem steeds minder wordt. Toon wat meer begrip. Toon wat meer begrip. Ik kon haar veel beter verstaan toen ik hier kwam dan nu. Dat wel. En het is ook heel moeilijk voor haar om dat wat ze leert tijdens de oefeningen, om dat in de dagelijkse praktijk toe te passen. Ik heb 91. Vond je die goed? Nee. Dus je moet je iets langer concentreren op die inademing. Ja? Denk aan ruik. Oefenen betekent voor Johanna vechten tegen het functieverlies en knokken om dat beetje stem wat ze nog heeft te behouden. Je probeert dus om die restfunctie in stand te houden. Maar als het progressief is, zal het toch op den duur minder worden. En ik denk dan ook dat problemen komen ook bij de voedselopname en het slikken. Dat je daar dan weer extra aandacht aan gaat besteden. Iedere inspanning kost Johanna en Regine energie. Na logopedie, fysiotherapie of buiten een ommetje in de rolstoel moeten ze een groot deel van de dag rusten. Een tijdschrift of een boek lezen is er niet meer bij, omdat de oogspieren de letters in het boek niet meer kunnen volgen. Regine is daarom overgegaan op luisterboeken van de Blindenbibliotheek. Niet alleen het leren leven met de toenemende invaliditeit is zwaar, maar ook het isolement waar mensen in terechtkomen. Kennissen blijven weg en de buitenwereld zit je niet altijd meer voor vol aan. Ten eerste praten ze altijd tegen mijn man, want die loopt achter de rolstoel, dus die is normaal en ik niet. Op het moment dat ik iets koop en mijn portemonnee tevoorschijn trek, en ze gaat een beetje langzaam. Dan zeggen ze, geef mij jouw portemonnee. En dan zeg ik, en geef die van jou maar mee. Wat daarvoor schrik is, dan schrikken ze daarvan.
denken ze toch niet normaal. En ik denk dan, niet normaal. Je hebt mensen waar je wel regelmatig contact mee hebt, telefonisch of met een brief of wat dan ook. En mensen die je dus gewoon een aantal jaren niet gezien hebt, niet gesproken hebt. Nou, die laatste categorie, die schrikt. En er zijn zelfs mensen die dan ook een zekere angst hebben om weer te komen. Gelukkig niet iedereen, maar er zijn erbij die dan met lood in de schoenen komen. Want ja, ze kennen haar daarvoor als een levenslustige en een hele actieve persoon. En als je dan iemand nu na zoveel jaar ineens tegenkomt in een rolstoel, moeilijk praten, ja, dan is het natuurlijk een grote schrik. Het is natuurlijk ook niet niks om je zo zien te vervallen. Mijn moeder, mensen, zeg maar. Bij de familie, oma en de buren. Dat zijn geen mensen, zeg maar. Maar ook de gewoon mensen zeggen, ja, God, Fred, ik kan het zo moeilijk verstaan. Nou ja, en als je dat is de communicatie die je met elkaar kunt maken. Ja, dan is het gauw over natuurlijk. Niet dat ze dat bewust zo willen. Maar ja, als je een zender probeert te bereiken en je kunt die zender niet ontvangen, ja, dan stem je daar niet meer op af. Johanna is de hele dag alleen thuis. Kleine klusjes probeert ze nog zoveel mogelijk zelf te doen. Haar man Fred is naast zijn drukke baan ook verantwoordelijk voor het huishoudelijk werk en de persoonlijke verzorging van zijn vrouw. Voordat hij 's ochtends de deur uitgaat, helpt hij haar met douchen en aankleden. En daarna is Johanna aangewezen op een alarmeringssysteem dat, in geval van nood, afgaat bij de buren. En zijn zij niet thuis, dan gaat bij Fred de alarmbel. Het is ontzettend fluctuerend. Het kan 's morgens goed zijn, een uur daarna kan het helemaal fout zijn. Maar het kan ook 's morgens een uur of 3, 4 goed gaan, dat de hele middag fout gaat. En wat gaat er dan fout? Nou, dan kan ze helemaal niks meer. Of ze in ieder geval fout gaan, maar dan valt ze. Of ze, ja, of ze ligt weer in de badkamer, bij spreken, dat de buren er eventjes op moeten rapen. Zijn er wel eens ongelukken gebeurd? Ja. Vorig jaar heeft ze nog een week in het ziekenhuis gelegen. Of november, ja. Of november weer, die verjaardag. Nou, dan is hij dus gevallen en heeft ze dus haar dijbeen gescheurd. Gaat u dan met een gerust hart naar uw werk toe? Niet altijd. Ik bedoel, in het verkeerslicht, de jargon, staat mijn licht altijd op oranje. Het verkeerslicht staat voor Fred altijd op oranje. Maar dat geldt ook voor hun 24-jarige dochter Sandra. Zij is in dezelfde flat gaan wonen als haar ouders. Een appartementje op dezelfde etage, om zo dicht mogelijk bij haar moeder te zijn. Een stukje gezelligheid te bieden en een oogje in het zeil te houden. Ja, ook puur voor mijn moeder eigenlijk, dat ze gewoon uit zichzelf naar mij toe kan komen. Want waar ik eerst woonde, moest je echt een trap op en je had geen... Je had geen lift en dan, ja, het is toch niet leuk als je moeder nooit kan komen, want daar doe je het eigenlijk ook wel voor. Het is toch gezellig als ze even op bezoek kan komen en het geeft mij ook een stukje rust. Want ja, soms word je wel eens gebeld en mijn vader is dan even weg en dan gewoon zonder kun je komen, want hè, ik heb zo moeilijk op dit moment. Ja, dan zit je ook aan de andere kant van Almelo en heb je ook zoiets van ja, nou alle spullen vlug bij elkaar pakken en dan ga je maar weer. En als ze zo 's ochtends vroeg, voordat ik naar het werk ga, ga ik even om de deur kijken of alles nog staat en dan kijken of ze de... Ja, het apparaatje om even, zeg maar, waarop ze de buren kunnen alarmeren, zoals het aan heeft staan. Dan kan ik pas eigenlijk weg, anders dan ga ik niet gerust naar mijn werk toe. Dan heb je toch een soort angst van, ja, maar stel je voor dat en dat ze niemand kan bereiken. Niet alleen zorgen over de dag van vandaag, maar ook zorgen over de toekomst. Johanna zal steeds meer functies verliezen, steeds moeilijker kunnen communiceren en afhankelijker worden van haar man en kinderen. Ja. Als mijn vader straks wegvalt, wat gebeurt er dan? En straks als ze helemaal niet meer kan praten of helemaal niet, of dat ze, we zijn ook bang dat ze zo gaat zitten dat je eigenlijk helemaal geen reactie meer kan krijgen. Daar zijn we bang voor. Of in ieder geval ik. De toekomst. En ik van, nu kan. Waar kan ik dan nog? Je lichaam is één groot spier. Dus ook je hart is een spier en je longen zijn spieren. Nou, noem maar op. Dus ja, in hoeverre heeft dat invloed op de komende tijd. Dus dat is daarom denk ik van ja, waar is het eind en hoe ver zijn we? Ook Regine worstelt met haar toenemende invaliditeit. Dat je beetje bij beetje je zelfstandigheid verliest, dat vind ik het allerergste. Want dat heb ik altijd hoog in van gehad, mijn zelfstandigheid. Ik wil nog wel leven,
Maar zeker niet lange periodes. Dat hoeft niet voor mij. Omdat ik eigenlijk niks meer kan. Praten jullie daar samen ook over? Daar wil ik wel over praten, maar mijn man wil daar niet aan. Ja, ik kan me best voorstellen dat ze zo redeneert. Misschien zou ik zelf ook zo zijn, dat weet ik niet. Aan de andere kant, ja, ik heb een eenvoudig motto, dood is ook maar dood. En zolang je nog er bent en we kunnen het samen nog redden, waar moet je het dan over hebben? Ik wil dood, ik wil weg. Ja, nou, voor mij hoeft dat niet, natuurlijk niet. Maar hoe wil je dat dan doen? Er zijn ook nog kinderen. En ik heb niet het gevoel dat die daar dan op zitten te wachten. Hoe erg het ook is. En dan weet ik wel, het klinkt misschien erg egoïstisch. En dat hoor je wel vaker natuurlijk van partners of van kinderen van zieke mensen. Maar ja, hoe moet je anders reageren? Moet ik zeggen, ik zal blij zijn als je weg bent. Daarom zeg ik, je kan wel zeggen, praten jullie daar wel eens over? Nou ja, in die zin dat ik zeg, laten we er maar niet over praten, laten we maar gewoon doorgaan. Het motto van André van Kampen is, laten we maar gewoon doorgaan. En Regien gaat door. Volgende week volgen we haar in het Academisch Ziekenhuis in Groningen, waarop Regiens verzoek een PET-scan van haar hersenen wordt gemaakt. Ik ga steeds moeilijker praten en ook steeds moeilijker bewegen. En op grond daarvan heb ik gevraagd om deze test. Zo, daar staat ze bij je toe. Ook al is het 5 jaar geleden dat bij Johanna MSA werd geconstateerd, ze kan het nog steeds niet echt geloven. En ze gaat voor een second opinion naar dokter Kramer in Nijmegen. En er zit nu ook natuurlijk een stukje strijd in natuurlijk. Want het feit, als je 1 keer hebt gehoord van je hebt dit en dat, en je gaat dan verder achter de ramen zitten en zegt van nou, dit is het, en dan red ik me wel. Op een gegeven moment komt toch ook een zekere bij haar, toch een punt van, er moet wat gebeuren. Wat doen we tegenaan? Voor hetzelfde geld zeggen ze inderdaad van, goh mevrouw, we hebben hier een wonderpil en... Ja, volgend jaar bent u weer beter. Hoop je toch op. Het zal wel niet, maar... De weg naar een second opinion. Volgende week in Vinger aan de Pols.